Hey boys, welkom. Het is hier terug een De Wereld is Kut video, omdat er iets gebeurd was. Ik heb een artikel gezien en dat artikel, dat triggerde mij als een persoon eigenlijk heel hard. Ik ga jullie direct laten zien over welk artikel het hier gaat. Het artikel gaat over een vrouw mag niet naar het schooltoneel van haar dochter gaan kijken, omdat haar gezicht vol tatoeages staat. Nu, dat is het artikel in een notendop, waar dat ze een beetje in uitlegt waarom dat ze die tatoeages genomen heeft. En met haar kinderen en zo. Nu, ik heb daar twee dingen over te zeggen. Eén, dat is echt fucking discriminerend voor die vrouw. Want wat iemand, hij, zij, het interesseert me helemaal niet. Wat doet, dat is zijn of haar of het eigen keuze gewoon. Je kunt daar niet in bullshitten, dat is gewoon een feit. En oké, je kiest daar zelf voor, maar je kiest niet zelf hoe dat je behandeld wordt door andere mensen. En dat is een beetje waar ik het over wil hebben vandaag. Ik vind dit gewoon pure discriminatie. Waarom? Oké, die vrouw, heel haar gezicht is vol getatoeëerd. En oké, dat kan heavy zijn voor bepaalde mensen. Dat snap ik. Verder als ik in het artikel ga kijken, staat erin: zoals u en ik naar de bakker gaan, zo gaat Melissa minstens 3 keer per week vers een tattoo halen. Ik heb geen idee hoe dat je 3 keer per week getatoeëerd kunt worden, hoe dat je dat kunt betalen, maar zwart. De 45-jarige vrouw uit Wales kan haar eigen zeggen nergens werk vinden vanwege haar tatoeages. En mag ook verschillende bars in haar woonplaats niet meer binnen, omdat haar uiterlijk de klanten afschrikt. Nu, daar heb ik over te zeggen. Kies wat je doet met je lichaam zelf. Gewoon 100%. Niemand heeft daar iets aan te zeggen. Of dat je nu volgetatoeëerd bent, of dat je nu lekker als Michael Jackson eerst zwart waart en je laat je dan wit maken. Je mocht daar een mening over hebben, sure, dat is allemaal geen probleem voor mij. Maar je moet die persoon wel gewoon accepteren hoe dat hij of zij is, gewoon. En plus, oké, 1, dat is heel discriminerend voor die vrouw. Dat is, dat is gewoon zeker. Je doet zoiets niet gewoon maar, denk ik. Plus, wat dat ook echt gewoon heel erg is, is voor haar kinderen. Die kinderen, die doen een schooltoneel en mama mag niet eens komen kijken. Dus eigenlijk straft je 2 mensen. Je straft 1, de kinderen. En je straft 2, de vrouw zelf. Wat ik gewoon niet kunnen vind. Ik bedoel, mensen moeten nu gewoon maar accepteren hoe dat je bent. En dat ik als een vrij heavy getatoeëerd persoon vind zeker dat dat gewoon niet kan. Zo'n dingen. Ik vind dat heel triestig dat in 2022, we zijn bijna 2023, dat er nog altijd zo gediscrimineerd wordt. Dat is, ik snap de haat ook gewoon niet. Like als, ik snap het als je iemand haat omwille van wat hij gedaan heeft. Want dan heb je een reden. Dan is er iets waardoor dat je die persoon gaat haten zijt. Maar dat je gewoon iemand gaat haten, puur. Op zijn uiterlijk, dat is gewoon ronduit belachelijk, vind ik. Ik snap niet dat je zoiets kunt doen. Dat is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld een donker persoon haat, gewoon omdat hij een donkere huidskleur is. Of een Chinees bijvoorbeeld haat, omdat hij een beetje geel eruit ziet en spleetogen heeft. Ik bedoel, dat doe je gewoon niet. Als er nu iemand iets misdaan heeft, dan snap ik de haat. Maar hier, dit is gewoon blinde haat. En blinde haat, dat is een heel gevaarlijke haat. Want zo krijgen we terug shit als in Wereldoorlog 2. En we weten allemaal dat we dat niet meer willen. Nu, ik vind dit pure discriminatie. Laat mij weten in de comments wat je daar zelf van vindt. Ik ben heel benieuwd naar jullie meningen. Dit was het eigenlijk een beetje voor deze De Wereld is Kut video. Het is een hele korte video. Maar toch vond ik dit echt een artikel dat mij echt enorm triggerde en ik vind het gewoon niet kunnen. Ik dank jullie allemaal om te kijken en ik zie jullie graag in de volgende video opnieuw. Yo, een goed einde jaar mensen.